Ines Jahasselt en Achilles Bocholt zijn aan hun best of three begonnen in het dameshandbal. Ines Jahasselt is de regerende kampioen. Bocholt verloor op zijn beurt dan weer de finale afgelopen weekend in de beker van België ten koste van Vizé en wilde zich absoluut herpakken op deze eerste best of three. Het is een gelijkopgaande wedstrijd waarin we ruim na 13 minuten spelen pas op een 4-4 score staan. Bocholt gaat dan op voorsprong 4-5, maar wanneer coach Smeets van Hasselt zijn dames dan wakker schudt, gaat het na 20 minuten spelen naar een 10-8. Toch kan Bocholt terug aansluiten en zelf op voorsprong komen. Rusten gaan we met een 11-12 score. Het zijn de dames van Bocholt die in de tweede helft het best van start gaan en uitlopen naar een 13-15. Ze spelen 38 minuten, maar een sterk ingevallen Linda Vallen zorgt voor een ommekeer. Het gaat naar een 17-15, we spelen 47 minuten. Wanneer Bocholt dan ook nog eens Sophie Geutjens verliest door een domme derde 2 minuten, kan de thuisploeg niets meer overkomen en staan ze na 47 minuten op 5 goals verschil. 20-15 om naar een eindscore te gaan van 27-21. Dit Ines Jahasselt is misschien wel te sterk voor dit Bocholt, want voor de dames van coach Grossi is het nu zaterdag al meteen D-Day. Bij een tweede verlies is Ines Jahasselt de nieuwe landskampioen en zo zou Bocholt naast prijs nummer 2 grijpen dit seizoen. De goal van de wedstrijd, die willen wij u uiteraard niet onthouden. Goalie Renata scoort de 27-21. Een matig begin. De eerste helft kwamen we niet los van Bocholt. We hervielen in stereotypen, dus veel te veel individueel gaan. Niet echt als team gespeeld. Onder de rust hebben we dan nog eens benadrukt de twee trainers. En dat hebben ze de tweede helft beter opgepakt. Nog niet wat het moet zijn, we kunnen beter. Maar we hebben puur op karakter hebben we die wedstrijd aan ons hand kunnen zetten. We hebben een schitterende verdediging gehad de tweede helft. We hebben een teamverdediging naar die tegenaanval gegaan. En dat is goed gelukt. Ja. Heel eenvoudig. De eerste helft draaien we redelijk goed mee. We komen op voorsprong. En dan na de rust verliezen we eigenlijk een stukje met de technische fouten. Dom balverlies, te rap gaan shotten. Hetgeen wat ik ook in de kleedkamer gezegd heb van speelt nu rustig, speelt verstandig uit. En laat hun komen. Zij moeten komen. Wij staan 2 voor. En daar gaan we dan onnodig shotten. Bal krijgen, direct shotten, technische fouten, te lange passen. Passen naar de grond, naar de voeten toe. Ja. Dat is een doodsteek, zeker tegen een ploeg like Hasselt. Dat is geroutineerd, dat kan het. Dus dat is het probleem eigenlijk.